Zo, even de ergste bende weg, maar we kunnen beter daar ergens anders gaan opruimen. Zoveel vliegen hier, hè? Ja, joh. Echt een rommel hier. Dus we gaan even een ander plekje opzoeken, toch? Ja. Ja. Met hopelijk een mooi uitzicht. Ja. Iets hoger. Mm-hmm. Nationaal park rijden we in. Dit derde en ons laatste nationale park in Noord-Macedonië alweer. En volgens mij ook de enige, toch? De enige drie. De enige drie, ja. Ja. Je leest soms dat het er vier zijn, maar dat konden wij niet zo vinden. Nee. Maar we staan hier dus al vlak voor die berg en die is hier achter. En we gaan daar eens even een mooi plekje op zoeken. Ja. Wandelen wordt het niet, het is nu al droog weer. Alleen ja, het is niet droog genoeg in de voorspelling om nou weer een berg op te gaan lopen. Nee, en je kan ook echt alleen maar in de top, hè? Ja. Het schijnt wel een mooie top te zijn, want dus dan zie je beide meren. Meer van Ochriet en dit meer. Ja. Maar we gaan gewoon even een plekje zoeken in het Nationaal Park. Maar we even kunnen ontspannen, gaan we de bus even een beetje opruimen. Het is ook alweer een bende. En hier zijn gewoon veel te veel vliegen om een beetje de bus uit te kunnen vegen. Ja. Komt ook omdat we bij het water zitten. Denk het ook. Veel muggen en vliegen, ja. Ja. Dus we pakken de laatste spullen in en dan gaan we daar wel even verder opruimen, denk ik. Ja. Het is ook wel een keer tijd om de bus te wassen straks als het mooi weer is. Want die vliegen die komen gewoon op die bagger af die op de bus zit. Er zitten zoveel vliegen op de bus altijd. Dat ziet er ook niet echt uit. Deze schoenen chaos, daar moeten we ook wat aan doen straks. Gaan ze straks wel even iets beter schoonmaken en dan even goed drogen. Ja. Kunnen we ze weer even invetten. Waar zetten we hem neer? Hier bij dit mooie uitzicht. En welkom in het park, Nationale Park Galicica, zoiets. We rijden natuurlijk weer vol de wolken in, dus het uitzicht is compleet verdwenen. Geeft niet, dat wisten we ook wel. Maar we wilden toch iets van het Nationale Park zien. En misschien klaart het nog ergens deze dag op. Hier vandaan zie je dus, als het goed is, het meer. Als de bewolking weg is, waar we net waren ook. Wel een mooi zitplekje dan hier. Ja, het is wel echt een viewpoint. Dus het uitzicht schijnt fantastisch te zijn. Maar nu niet. Niet voor ons, nee. En terwijl we hier staan te filmen en te discussiëren, denken we toch dat we toch even een ander plekje op gaan zoeken. De bewolking die blijft hier sowieso. En we wouden eigenlijk gewoon nog niet naar het meer van Ochriet. Dus ja, dat wouden we niet snel doen. Maar aan de andere kant van de berg, van het Nationale Park, waar je dus weer naar beneden rijdt, naar het meer van Ochriet, daar schijnen ook wel plekjes te zijn, viewpoints. Ja. En zolang we maar net uit de bewolking zijn, zoals net op de weg omhoog. Dit is te hoog gewoon. Ja, we zijn nu op 1500 meter hoog, dus dan hebben we gewoon iets meer zicht. Ja, is leuker. Iets leuker, dus daar zien we een plekje op de kaart met wat picknickbankjes. Dus gaan we daar eens even kijken? Ja, lijkt me beter. Het is ook maar een kwartiertje rijden, dus dan doen we dat wel. Daarom. Oké, gaan we weer in de auto. Je ziet hier wel wat meer. We zien hier wel iets meer. Plek nummer 2. Meer uitzicht. Maar we zitten nog steeds in de wolken. Toch nog iets hoger dan ik vooraf had gedacht. We zitten nog steeds op 1500 meter hoogte. Dus ja, zijn we hier tevreden mee. En we waren vandaag ook niet van plan om echt iets te gaan doen. Ergens heen te gaan of zo. Maar een beetje uitzicht is wel lekker. Ja. Hier heb je wel iets meer uitzicht, hè? In ieder geval wel op die bergen, ja. Ja, maar hier volgens mij nog steeds niet. Dus we gaan eens even kijken. Het is echt een kampeerplekje of zo. Hoe noem je dat? Picknickplekje? Oh, wow. Ik zie daar Albanië. Wow. Oh, kijk dan. Ja, een broodoven. Dat is eerder een prullenbak. Zo. Wel een mooi uitzicht, hè? Dit is het meer van Ohrid. Ochriet. Wow. Vet, hè? Ja.
Dat is Albanië daar rechts al. Ja. Wat groot, hè? Ja, joh. Hoog ook als we zijn. En hier kun je zien hoe we hebben gereden. Dat is nog wel makkelijker dan op onze eigen kaart. Want hier kwamen we weg en stonden we langs het meer van Prespa. Hier stonden we vannacht. En toen zijn we door het Nationale Park gereden. We reden eerst deze kant van de berg op. Of hier was dat. Hadden we geen zicht die kant op. En nu zijn we helemaal doorgereden hierheen. Dus we zijn eigenlijk al aan de andere kant van het Nationale Park weer. Ja. Dit is het Nationale Park, zeg maar. Nou ja, we waren ook niet van plan om te gaan wandelen. Want er is één mooie wandeling. Naar de top. Ja, naar een van deze toppen hier. En dan heb je dus in één foto dat je beide meren kan zien. Maar ja, dat uitzicht, dat was er toch niet vandaag. Dus nee. Dat waren we sowieso niet van plan. Aan de overkant van het meer is dus alweer Albanië. Dan zijn we over een paar dagen weer. Het is alleen jammer dat we nog echt niet die kant op kunnen kijken. Want daar is ja, de rest van het meer. En daar, die kant op is ook Ohrid. De wolken bewegen wel echt super snel, hè? Ja. Moet je kijken als je naar Ik denk als je even wacht, dat je gewoon straks echt het hele meer opeens al niet meer ziet. Nee, ja. En dan komt het weer tevoorschijn misschien. Het trekt wel overheen, maar... Ja. Vet om te zien. En dit is het uitzicht wat wij nu wel zien met dat dorpje. Maar dit is dus de rechterkant. Die we nog niet zien. 1421 meter hoog. Best hoog. Ja. Het is ook wel weer zonde van deze mooie oven. We lazen dat het een broodoven was. Maar het is volgens mij gewoon een soort barbecue. Mensen die kunnen gewoon echt niet een soja opruimen hier. Vreemd. En hier even een mooi bord van de bewustwording. Wat doet je afval? Een blikje. Het duurt 500 jaar. Nou, daar trekt niemand zich wat van. Hier, een piepschuim bakje. Duizenden jaren. Plastic flesje. Duizenden jaren. Papier. In je tasje is 10 tot 20 jaar. Glas. 1000 jaar. Het lijkt toch ook wel dat ze overal borden neerzetten. Tot ze de mensen bewust van proberen te maken. Maar het werkt nog niet echt, hè? Maar dus, ik moet zeggen, dit is wel het enige land waar ik dat gezien heb, hè? Zulke borden. Ja, dat de bordjes staan langs prullenbakken. Van ja. Gooi hier je afval weg. Het werkt alleen nog niet echt. Vandaag blijven we dus hier staan. Op het uitzichtpunt. Misschien wordt het zicht nog wat mooier. We gaan eerst even in de bus rommelen, een beetje opruimen. En dan even zien hoe de dag loopt verder. Het is wel een bende in de bus. Ja, is ook alweer eens tijd. Ik ga onze wandelschoenen eens even goed schoonmaken. Kunnen we die weer eens even invetten, want dat is ook alweer nodig. Zijn ze weer wat waterdichter. En het is sowieso al een beetje een bende in de bus, hè? Ja, zand. Even vegen. Het even. Komt omdat het zo nat is buiten. Ja, en het is steeds van een losse grind. Ja. Even vegen, stofzuigen. Ja. Het regent een beetje. Eens kijken of het helpt om de luifel uit te doen. Het is niet te hard waait, moet dat wel kunnen. Ja, het valt wel mee hoor, het waait. Ja. Nog iets verder? Even door die stokken eerst. Stokken moet je eerst doen. Eerst een stuk uitdraaien, want anders hangt hij te veel op zich alweer. Ja. Hij is wel mooi groot. Hij is wel heel groot. Maar niet heel vaak gebruikt, hè? Voor regen. Een paar keer in de regen met sporten of zo. Maar nog niet omdat de zon te fel was. Nee, daarvoor hebben we hem eigenlijk ze aangeschaft. Gewoon ja. voor de zomer. Zo is het wel goed. Ja, je doet het ook niet zo gauw als je veel wild kampeert, vind ik. Dat nee. Ja. Je wil niet echt een camping maken van zo'n wildkampeerplekje, maar als je zo alleen staat, dan... Kan het prima. Perfect. En we hebben hier ook een regengootje. Want dit is natuurlijk, we hebben hem op ons dakrek gemonteerd zelf. Normaal zit hij op onze bus. Alleen, ja, dan lekt er dus regen doorheen. Dan hebben we hier zo'n regengootje, zo'n Fiamma regengoot. Ja, en die werkt echt top. Ja, die werkt echt top, want voorheen drupt het juist hier zo op de keuken. Ja, ook als de schuif er een beetje open stond. Ja, als je hem open deed, dan drupt het zo op de keuken. Maar nu loopt het mooi door de trom. Ja. Kunstig gootje zo erin. Ideaal. Toppie.
Het busje is weer lekker schoon. Schoenen heb ik schoongemaakt. Die staan nu even voor de standkachel te drogen. Je kan ook gewoon op ventileren staan. Deze hebben we de ventilator erop. Het gaat ook super snel. Als ze droog zijn, dan kunnen we ze weer even goed invetten. Wel weer goed. Die voor mij waren iets minder waterdicht dan voor jou. Dus gewoon even het vet van jou gebruiken straks. Ja. Maar die wolken hier, joh. Zo snel. Zo snel. En het lijkt gewoon wel zo wat een timelapse als je dit zo ziet, zo snel als ze gaan. Ja. Wow. Zo dichtbij ook. Ja. Maar het weer valt nu toe erg mee. Dus dat is fijn. Ja, geen regen, hè? Nee. Nu hadden wij ook een tijd terug alweer een vraag gekregen over onze wc. We hebben het wel eens over gehad. We hebben een scheidingstoilet. En daar hadden we vragen over hoe dat werkt. Hoe we dat hebben gedaan en hoe die eruit ziet. Ja, want we hebben hem zelf gemaakt. Ja. We hebben van onderdelen samengesteld. Dat is een hele klus. Ja. Maar gaan we eens even laten zien. Gaan we eens even kijken wat de voor- en nadelen er nou van zijn. Want voor ons is het wel ideaal, maar het is zeker niet voor iedereen handig, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Dus we gaan hem er even bij pakken. In onze douche staat ons toilet. En dat is een vrij mooi hoog toilet. En die staat op deze houten vlonder. Die staat daar ook op vast met clipjes. Dus die maken we los en dan kan je hem er helemaal uitpakken. Ja. Hij moet er wel in twee delen uit, dus we halen eerst de bovenkant eraf. Dat wordt zo duidelijker. Haarspeld clipjes voor vergrendeling van de clipjes. Het leidraad, maar het werkt echt goed, hè? Ja, dan vallen de clipjes niet open. Dat is deel 1. Ja. En dit is de bovenkant van de wc. Hier zit een scheidingsbril op. Een scheidingsbril, zie je, dus dat is gewoon dit grijze onderdeel met de wc-bril. En dat is een scheidingstoilet, zoals ze het noemen. Daar gaat je plas heen, daar gaat je poep heen. En hier zit een clip waar je een zak omheen kan klemmen. Ja. Laten we straks even zien. Maar dat is het bovenste deel dus. En dit is het onderste deel van het toilet. Er zit gewoon een sherrycan in, waar de urine komt. En daar zit een emmer met een vaste zak. En daar komt nog wel een extra zak in, zeg maar. Dat is gewoon voor de emmer. Die zit er permanent in. Voor als het fout gaat. Voor als het fout gaat. Even alle ventilators uit, iets meer rust. Maar dit is de onderkant. Die we net al even zien. Er zit gewoon een sherrycan in dus. Die heel makkelijk uitgaat. Ja. En daar een emmer. En deze twee delen die passen gewoon op elkaar. En dan wordt het ontwerp ook iets duidelijker. En het tuutje van het plasding, dat komt dan in de sherrycan. In de sherrycan, ja. Dus ja. Dat kan toch niet misgaan. Nee, en dit grijze gedeelte, dat is gewoon een campingtoilet van Bocamp. Ja. Die je gewoon zo kan kopen met een normale bril. Dus dan heb je gewoon een normale wc-bril met een emmer met een gat erin. Dus er zit er ook een emmer bij. Ja. En dan gaat alles gewoon in één deel. Ja. Ja. Maar het idee van een scheidingstoilet is dat het gewoon minder stinkt. Want als jij je poep en plas in één emmer doet, ja, dat gaat gewoon, ja, dat wordt gewoon geen handige situatie. Nee. Dat kan je dan op een camping prima legen in zo'n in een wc of wat dan ook. Maar ja, dat wouden wij dus niet. Dus we hebben een separate scheidingsbril gekocht. Dat is van een Zweeds merk volgens mij. Ja. En die hebben wij dus op deze manier op het Bocamp toilet gemaakt. Dus hier hebben we een grote gat in gemaakt. Deze scheidingsbril die hebben we erop gemonteerd. Waardoor je dus gewoon een scheidingstoilet hebt. Dit zit nu boven de sherrycan. Nou, en hier komt dus een zak in. Dit haal je eruit. Je stopt er een zak in. Die hang je over de rand. Klik je vast. En dan heb je een zak waar je gewoon in kan poepen. Ja. Nou, en dan de clipjes inderdaad. Die klikken de delen bij elkaar vast. Ja. Dus daar gaat dan een haarspeld doorheen. Zodat ze niet open trillen tijdens het rijden. Dat werkt perfect. Ja. En hier om aan de vlonden vast te maken. En dan hebben we nog één deel van het toilet. En dat is de onderkant. Want de onderkant is gewoon een plank. Want dit toilet van zichzelf, die is gewoon hol. Ja. Dus hebben wij een plank gezaagd die op maat zit. Ook weer clipjes op gemonteerd. Waardoor je hem vast kan maken. Dus als je de wc helemaal uit elkaar wil halen, dan haal je die twee clipjes los. En de achterkant ook nog één. En dan valt de bodem eruit en dan is het gewoon een losse ring, zeg maar. Ja, want anders valt de jerrycan eruit. Ja. Nou was de grootste zoektocht naar een passende jerrycan. Want die past er nu gewoon heel mooi in, samen met die emmer. Ja. En staat het ook heel strak. Dus het enige wat je moet doen om hem te legen, is die twee delen van elkaar afklikken. Die blijft gewoon op de vlonder zitten in het wc-hokje. Ja. Die haal je eraf zoals hij nu ligt en je pakt de jerrycan eruit. Tenzij we gaan douchen. Als we douchen, halen we hem er helemaal uit. Ja, dan moet het helemaal leeg en halen we ook de vlonder eruit, want die vlonder ligt nu gewoon los. Voor ons werkt dit echt ideaal. We hebben al gezegd, er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan.
En ik probeer het gewoon even te vergelijken met een chemisch toilet. Daar hebben wij geen ervaring mee. Maar een chemisch toilet, er zitten chemische middelen in. En die hoor je te legen in een zwart water gat. Zover ik weet. Dat kan je niet zomaar in een wc gooien. Dat hoort volgens mij niet. Nee. Komt wel in een riool, maar dat kan je niet zomaar in een wc-pad gooien, volgens mij in een camping. En de reden dat wij een scheidingstoilet bouwden, is gewoon voor de zelfvoorzienendheid van onze bus. Dat hebben we ook al verteld met Elektra. Daar zijn we ook heel zelfvoorzienend mee. En we wilden gewoon zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van campings. Dus zochten wij naar zo'n toilet. Ja. Nu heb je hele dure toiletten, volgens mij van 1000 euro. Ik weet even niet meer hoe die heet. En daar heb je echt, dat is echt een composttoilet noemen ze het. Daar heb je een emmer en daar zit ook echt een roerding door. Daar hoor je dan zaagsel bij in te gooien bij je poepemmer. En dan hussel je dat en dan moet dat composteren. Maar in de praktijk zal dat nooit compost worden, want dat duurt gewoon weken, maanden voordat het compost is. Ja. Het enige wat je daarmee wel bereikt is dat je het vocht eruit haalt, waardoor het veel droger wordt, veel sneller en eigenlijk minder stinkt. Ja. Het idee daarvan is dat je die poepemmer ook gewoon laat zoals die is. Compost bij gooit, dus, of zaagsel bij gooit, zodat het uitdroogt. En pas als die emmer vol is, dan ga je hem legen. Ja. En dat blijft gewoon compost, dus je kan het in theorie in de natuur gooien. Doe je niet, want je gooit het gewoon in een container. Maar ja, dat vonden wij ook niet handig. Die toiletten waren veel te duur. Super groot. Super groot. En wij willen dus inderdaad, wij waren gewoon echt naar iets op zoek wat eruit te halen was. Omdat wij het in de douche hebben, we willen gewoon een multifunctionele douche hebben. Wat makkelijker uit en erin te zetten is. Ja. Dus, ja. En het valt ons echt goed. Zeker weten. Maar het composteert dus niet. Wat wij wel hebben, en dat is misschien een nadeel voor heel veel mensen, is dat je gewoon in een zak poept. Die zak, ja, daar zit je mee. En die moet je meenemen en die gaat gewoon bij het zwarte afval. Die gaat gewoon in een container. Net als dat je je luiers in een container gooit, is dit ook gewoon een zak die je in een container gooit. Ja. Ja, dat kan je niet overal doen. Dus dat is weer een kanttekening van. Je moet die zak eruit halen, dichtknopen en meenemen tot je die weg kan gooien. Nou, voor ons niet echt een probleem. We zijn er wel echt aan gewend. Hoe lang hebben wij nou ooit met zo'n zak gezeten? Echt niet lang. Nee, dat is ook zo. En we kunnen hem ook in de garage leggen als het erg wordt, want het stinkt natuurlijk, het is poep, maar het zit niet bij elkaar. Zodra poep en plas bij elkaar zit, dan gaat het echt heel erg stinken. Ja. Dit valt heel erg mee. Alleen ja, je moet het wel meenemen. Maar wij laten hem als we rijden in de douche. Ja. Hebben wij geen last van, dus een prullenbak tegenkomen, gooien we hem weg. Ja, en als we buiten zijn, dan ligt hij daar. Dan ligt hij gewoon buiten de bus en dan hebben we er ook geen last van. Nee. Ja. Voor zelfvoorzienendheid is dit voor ons echt een pluspunt. Ja. Als man moet je dus zittend plassen. Dat is wel een ding. Als je niet buiten plast, dan moet je gewoon zittend plassen. Ik ben er ondertussen wel aan gewend. Ja, dat went ook wel snel. Ja. Nou ja, en ik moet gewoon los plassen en poepen van ook. Ja, dat kan niet tegelijk blijkbaar bij vrouwen. Nee. Dus, je moet wel echt een beetje naar voren zitten, wil je in het dingetje mikken. Ja. Maar goed, daar wen je wel aan. Het went heel snel. Ja. Het is sowieso in een kleine camper, moet je aan zulke dingen wennen. Dus. En het grootste voordeel voor ons is dat dit hele pakketje ons wc heeft. Volgens mij heeft het ons 100 euro gekost of zo. Ja, ik denk nog niet eens. Nee, nog niet eens. Bocamp, toilet dus wat je koopt en het zeeparet. Ja, misschien iets meer, want die bril was wel prijzig. Ja, en dan een jerrycan die past en gewoon een visvoer emmer is het volgens mij. Ja. Dus ja, de kosten waren echt minimaal. Dus dat is een hele groot voordeel voor ons. Ja. Ook kan je in de plasemmer wel wat chemischer spul doen, zodat die emmer schoon blijft. Want dat is wel een ding, die moet je gewoon goed schoon houden. Want ja, urine in een emmer, dat gaat goed aanslaan. Dat moet je gewoon schoon houden. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar ja. Chemisch spul kun je alleen maar gebruiken als je het ergens weg kan gooien. Ja, dan kan je het weer niet in de natuur gooien. Dus wij werken wel met baking soda om die emmer schoon te houden. Yeah. Heet water, gewoon goed spoelen soms. Maar ja, het blijft een emmer. Maar die emmer is een paar euro en die kan je ook weer vervangen. Yeah. Dus als dat te erg wordt na een jaar of zo, dan kun je dat gewoon schoonmaken. Of vervangen bedoel ik. Ja. Nou, voor ons is het dus echt wel een ideaal toilet. Zeker omdat wij eigenlijk nooit op een camping komen. Maar we zijn erg benieuwd hoe jullie dat doen in de camper. Of waar dan ook als je kampeert. Chemisch toilet hebben wij echt geen ervaring mee. Dus kan je dat op andere manieren legen? Laat het vooral even weten. En ook wel benieuwd wat de mening van jullie is van zo'n toilet. Ja. Zien jullie het iets wat jullie zouden kunnen gebruiken? Of heb je er echt een afkeer van? Ja. Kan ik ook wel begrijpen, maar het went gewoon. Het went gewoon, zeker. En het is alweer tijd om te eten. Dus we gaan eens even lekker lunch maken. Bruschetta. Bruschetta. Zo, we komen weer uit ons huisje. Heerlijk geluncht.
En de edit ook weer afgewerkt. Wat computerwerk achter de rug. En het is ook best wel erop geklaard. Het is behoorlijk helder. We keken net al even bij het meer en we kunnen nu al een stuk meer zien. We gaan nog eens even een kijkje nemen. We zien nu echt het hele meer. Het is nog wel behoorlijk bewolkt, maar het zicht is wel veel beter. Eigenlijk zie je echt alles nu. Ja, je ziet het hele meer wel. Daarachter is dus Ohrid. Ohrid. Daar gaan we ook nog heen. Morgen rijden we eerst deze weg naar beneden die hier loopt. Die haarspelbocht. En dan gaan we daar eerst die hoek in. Want daar is een klooster. En dat is vlak bij de grens tegen Albanië alweer aan. En dan moet je weer terugrijden. Ja, dan rijden we dan weer helemaal terug. En dan hebben we hier langs het meer nog een aantal punten. Voordat we dus helemaal weer bij Ohrid uitkomen. Helemaal in die hoek. En hopelijk is het morgen ook weer mooi helder weer. Dan gaan we dus even langs het meer rijden. De eerste stop is het klooster. Of een klooster volgens mij, toch? Ja, ja, een kerkje of zo. Dus gaan we daar even kijken. En ja, dan zakken we de komende dagen langzaam langs het meer naar beneden. Naar Albanië. Naar Albanië, eigenlijk omhoog. En dan rijden we langs de noordkant van het meer. En dan rijden we Albanië weer in. Ja. Het is weer even geleden dat we daar waren. Maar wel bekend. Wel bekend, ja. Wij bedanken jullie weer voor het kijken. En dan zien we jullie morgen weer. Doei doei. Doei, doei.